Hoi, leuk dat je weer kijkt naar het leukste programma voor kinderen uit Utrecht. Met vandaag in de uitzending... Leon organiseert een sponsorloop voor Kika. Op de vrije school gaat het er anders aan toe dan op andere scholen. En Katelijne heeft dyscalculie. Mijn naam is Tamara Jamelof en je kijkt naar... Noon! Rondjes rennen en daarmee heel veel geld ophalen voor het goede doel. De 10-jarige Leo gaat zelf een sponsorloop organiseren. Dat laat hij vandaag aan de klas weten. Jullie gaan een sponsorloop doen voor Kika. Het doel van Kika is het verhogen van de kans op genezing. Van 75% van kans nu naar 95% kans in 2025. Leon is klassenvertegenwoordiger van groep 6 van de Pijlstaartschool in Utrecht. Hij organiseert dit jaar een sponsorloop voor de hele school om geld op te halen voor het goede doel, namelijk Kika. Een doel dat zich inzet tegen kinderkanker. Ik heb gemerkt hoe erg die ziekte is, want een zusje van een vriendinnetje van mij heeft 2,5 jaar gehad. Ik heb haar gezien, zo kaal en zo. Dat wil je natuurlijk niet. En daarom wordt de hele school opgetrommeld om geld bij elkaar te rennen. Maar er moeten eerst nog mensen gevraagd worden die het geld willen sponsoren. Mijn opa, mijn oma, mijn vader, mijn tantes. Ik ga mijn familie vragen, mijn oma. Mijn vader, mijn moeder. Aan iedereen die ik ken. Ook aan de juffen en meesters, zelfs aan het schoolhoofd. En al dat geld gaat naar Kika. De sponsorloop van Leon is niet de enige actie. Ieder jaar worden er ongeveer 6000 acties georganiseerd waarmee heel veel geld opgehaald wordt. We weten niet precies hoeveel er wordt opgehaald met alleen sponsorlopen. Maar ik kan wel zeggen dat van die 6000 acties er vorig jaar maar liefst 8 miljoen euro is opgehaald voor het onderzoek naar kinderkanker. Er wordt niet zomaar geld uitgegeven aan onderzoeken tegen de ziekte. Wij zoeken onderzoekers over de hele wereld die daar veel verstand van hebben. En die moeten kijken, is dit echt toponderzoek? En die geven een cijfer aan en dan zeggen wij, alleen als het woord een 9 of een 10 krijgt, dus echt supergoed onderzoek, alleen dan geeft Kika geld aan het onderzoek. Van al het geld dat bij Kika binnenkomt, proberen we echt zoveel mogelijk naar de onderzoeken naar kinderkanker te laten gaan. Zoals niet al het geld wat naar de onderzoeken gaat. Dat is niet al het geld, dat zouden we graag willen. Maar helaas is het in het leven zo dat sommige dingen geld kosten. Een klein deeltje van het geld gaat helaas nog naar het organiseren. Maar alles wat we overhouden gaat naar het onderzoek. En dat zijn miljoenen euro's per jaar. Leon draagt eraan bij. Maar voordat hij de sponsorloop kan lopen, moet er eerst getraind worden. Wil jij weten hoe je het beste kunt voorbereiden op een sponsorloop? Kijk dan op noontv.nl. Eigenlijk wel dorst, maar heb ik wel genoeg geld om een drankje te kopen? Vijftien. 40. Geld tellen gaat bij mij best makkelijk. Rekenen op de basisschool ging mij dan ook altijd goed af. Maar er zijn ook kinderen die moeite hebben met rekenen. Sommige kinderen hebben zoveel moeite met rekenen dat je het een stoornis kan noemen. En dat heet dyscalculie. Ik ben Katelijne en ik heb dyscalculie. En dyscalculie is dat je een soort van dyslexie hebt met rekenen. En dat je de cijfers door elkaar haalt en verhaaltjes soms heel erg moeilijk vindt. Je kan het geheugen zien als een tafel met bakjes. Je weet precies in welk bakje je moet zijn voor je probleem. Bijvoorbeeld dat 22 uur 10 uur 's avonds is. En dat 5 keer 4 20 is. En even kijken. Voor de som 2 plus 7 moeten we hier zijn. Als je dyscalculie hebt, weet je wel dat je bij de bakjes moet zijn. Je weet alleen niet precies bij welke. Ik weet het nu al ongeveer 2 jaar. Ik ging naar Universiteit Utrecht en daar kreeg ik allemaal testjes. Het is fijn voor Katelijne dat dat eruit kwam, want ze was daarvoor erg onzeker op school. Dyscalculie gaat nooit over, maar oefenen en trucjes helpen zeker. Onder elkaar rekenen, goed de tafel scannen en met je handen. Ik tel vaak met mijn vingers op
En vroeger deed ik dat altijd onder de tafel, omdat ik dat anders een beetje beschamend vond. Ik krijg heel vaak extra tijd. En ik mag mijn rekenmachine gebruiken en mijn tafelkaart. Ik heb er vooral last van als ik moet klok kijken. Of als ik iets moet afrekenen bij de kassa. Omdat dan weet ik niet wat voor geld ik moet gebruiken. Of bij het bakken. Want dan weet ik niet van hoeveel gram het is of hoeveel kilo. Ik mag dan wel moeite hebben met bakken, maar ik vind het wel heel erg leuk. Wat hebben we allemaal nodig? 150 milliliter koud water. Ik had ooit bijles en dat heeft me heel erg geholpen. Ik maak heel erg veel vooruitgang, vooral dit jaar en vorig jaar. De oefening paardkunst. Heb je altijd al iets willen weten over een bepaald dier? Dierendokter Tessa beantwoordt al je vragen. Hoi dierendokter, ik heb eigenlijk wel een vraag aan jou. Wat is jouw lievelingsdier? Hallo en bedankt voor je vraag. Jij vroeg je af wat mijn lievelingsdier is. Daarom zit ik in een kast. Mijn lievelingsdier is een octopus. En octopussen kunnen zich heel goed in kleine ruimtes begeven. En wist jij ook dat een octopus wel 450 miljoen jaar oud is? Daarmee is hij de oudste zeeroofdier die er op deze wereld rondzwemt. Ze zijn zo oud en ze hebben zo lang kunnen leven omdat ze meester zijn in camouflage. Maar hoe doen ze dat nou eigenlijk? Hoe camoufleren octopussen zichzelf? Octopussen hebben een hele gekke huid. Op hun huid zitten allemaal kleine zakjes met kleur erin. En die kunnen ze vrij laten komen wanneer zij dat willen. Zodat ze hun huid gespikkeld of gestreept, groen, geel, blauw, elke kleur die je maar wil, kunnen octopussen aannemen. Ze kunnen ook hun huid van glad naar stekelig krijgen, zodat ze meer op een steen of op een stuk koraal lijken, waardoor andere dieren ze minder makkelijk op kunnen eten. En daarom is de octopus mijn favoriete dier. Heb jij nou ook een vraag? Stuur hem gewoon in. Zit jij nu in groep 8? Dan heb je vast al middelbare school gekozen. Trey zit in de brugklas van een vrije school en daar gaat het er net iets anders aan toe. Oh, hi, ik ben Dre en ik zit op de vrije school. Dit is de kantine. Dit is ons houtbewerkerslokaal. Ja, dit is de bibliotheek. We mogen naar binnen, maar we moeten wel stil zijn. En dit is mijn klas. Hoi! Dit is dus Dre. Hij zit op de vrije school. Dit is een speciaal soort onderwijs bedacht door Rudolf Steiner uit Oostenrijk. Dre zit in de zevende klas. Op de vrije school begint het tellen van klassen pas na de kleuterklas. Dus groep 3 is daar klas 1. Op de middelbare school tellen ze gewoon verder. De zevende klas is dus eigenlijk de brugklas. Ik zat op de kleuterschool op de vrije school. En ik ben dus van de vrije school gewoon meteen naar de vrije school gegaan. Ik heb nog wel naar andere scholen gekeken. Omdat ik niet in de halverwege in één keer erachter wou komen dat ik het niet leuk vond. Maar ik vond het wel, ik vind het gewoon een leuke school. En het past gewoon heel erg bij mij. Het is heel creatief en zo. Hout bewerken vind ik ontzettend leuk. En vooral de manier waarop je les krijgt vind ik heel fijn. Ik zie de wond in de wereld. Hier op school beginnen leerlingen de dag met de ochtendspreuk. Die is op alle middelbare vrije scholen hetzelfde. De planten leven het groeien. De ochtendspreuk, ja, dat is bij mij er zo ingekomen dat ik niet anders weet eigenlijk. Dus ja, ik kan me wel voorstellen hoe het zonder is, maar ik weet ook gewoon dat dit normaal is. Maar toch is er één vak dat Dre wat minder leuk vindt. Er is één vak dat heet Eurythmie. Door de leraar Eurythmie. En maar je schrijft gewoon Eurythmie, ik snap ook niet waarom ze het zo noemen. En dat is een vak waar je, dat is een soort oefening, een soort richting de yoga eigenlijk. Dus soms kan het wat minder zijn, maar eigenlijk alle vakken hier vind ik wel leuk, want anders zou ik niet naar deze school zijn gegaan. Ik vind het een hele fijne school en ik vind het misschien ook wel de beste school, maar ik wil niet zeggen dat het ook zo is.
Een Minecraft-eiland waar je lekker kunt spelen. Niet op de computer, maar in het echt. Drie jongens uit Nieuwegein deden mee aan een ontwerpwedstrijd en ze hebben gewonnen. Hun speeleiland gaat er echt komen. Diemar en Eeuw hebben gewonnen! Diemar, Kaan en Eeuw hebben een prijs gewonnen in een Minecraft-wedstrijd. Zij moesten een happy place maken voor kinderen. Een happy place is een speelplek waarbij het vooral de bedoeling is dat je plezier maakt. Hun happy place is een eiland en heet Funland. Maar het is geen gewone speeltuin. We hebben natuurlijk ook gewoon een soort van mini-bibliotheek. Een moestuin waar je dingen kan kopen en kan planten. Het is iets anders dan alleen maar al die speeltuinen met de glijbaan, een klimrek. Ja, en het is niet voor één iemand, net als één iemand die van voetbal houdt, die dan daar gaat spelen, maar het is voor meer. En wij hadden gras gebruikt en misschien kan je daar, waar we het willen bouwen, misschien daarvoor aarde gebruiken. En sommige delen waren ook een beetje grind met steen en misschien kan je daar grind en steen, ja, tegels plaatsen. Diemar, Kaan en Eeuw hebben Funland met z'n drieën ontworpen. Meestal ging dat goed, maar soms waren er wel meningsverschillen. Ik had ook een schommel gemaakt. Alleen, die zag er, vond hij, niet zo mooi. En dus heeft hij het veranderd. Maar maakt ook weer niet zoveel uit. Van de 45 kinderen die meededen, hadden Diemar, Kaan en Eeuw het beste idee. Daarom kregen zij 1000 euro. Funland komt er dus. Maar wanneer het er komt, of alles uitgevoerd kan worden en of er nog meer geld nodig is, moeten de jongens nog bespreken met de gemeente. En wat nou als het speeleiland toch geen eiland wordt? Nou, het is natuurlijk geen probleem, maar het zou wel leuk zijn als het echt een eiland wordt. En dan nu Noon Tryout. Iedere week test ons try-out team hoe mensen reageren op gedurfde experimenten. Noon nomineert Tijmen en Charlotte. Vandaag gaan we ruzie maken. Ik heb namelijk het brood van Tijmen opgegeten. Sorry, ik had honger. Ja, en dan eet je zomaar iemand anders brood op. Ja, nou ja, jammer dan. Hoezo, je hebt toch ook een koekje van mij gehad vorige week? Nou, omdat ik een koekje van jou heb gehad, dan mag jij nu mijn brood opeten. Nou, sharing is caring. Ja, nee, dat staat er volledig los van. Ik vind het echt, echt onzin. Get over it. Echt, sorry, als dit je grootste probleem is. Nou, je maakt van jouw probleem, maak je mijn probleem, hè? Nee, precies andersom. Ik onthoud dit. Ik onthoud dit. Vrienden. Ja. Yay! Op Instagram zien foto's er altijd perfect uit. Engelse onderzoekers zeggen dat kinderen daar onzeker van worden. De bekende Instagrammer Annegien Schilling uit Utrecht hoopt dat dat niet gebeurt als kinderen haar foto's zien. Zij ziet haar foto's meer als kunst. Ik was 13 jaar toen ik begon met Instagram. Nou ja, positieve reacties, dat is natuurlijk hartstikke leuk en dat is gewoon leuk. En negatieve reacties, in het begin is dat wel lastig, maar op een gegeven moment heb ik het wel leren relativeren als je weet van nou ja, zo erg is het niet zoals ze misschien zeggen. Ja, als jij dat niet mooi vindt of zoiets, dat snap ik, dat begrijp ik dat mensen dat kunnen zeggen, maar als ze... Als ze echt dingen persoonlijk over mij zeggen, dan vind ik het lastiger. Omdat, nou ja, die mensen kennen me eigenlijk helemaal niet. En dan heb ik het gevoel dat ik een soort van een beeld naar buiten geef. En dat mensen het op een negatieve manier ontvangen. Ik denk dat dat heel erg de kant is van de modellen die allemaal op Instagram zijn. De fit girls, weet je. Dat is inderdaad, denk ik, ja, toch best wel een negatieve invloed. En zeker omdat het alleen de highlight aspecten van zo'n persoon zijn leven weergeeft. Maar ik denk wel dat heel veel mensen, ook en zeker ook wel ouderen, ook wel vergeten dat Instagram ook een heel erg inspirerend platform kan zijn. Zeker als je houdt van creatief zijn en fotografie. Ik denk dat je naar een foto op Instagram moet kijken als een soort van kunstwerkje. Dus iedereen probeert eigenlijk gewoon iets moois vast te leggen uit zijn leven. En alleen ook de mooie dingen. Dus je moet ook niet vergeten dat dit soort van de highlight momenten zijn van iemands leven. Ben je benieuwd hoe je de perfecte Instagram post maakt? Kijk dan op onze website. En dan is het nu tijd voor het dilemma. Iedere week kiest de presentator uit 2 opdrachten. Deze week zijn dat... Of je applaudisseert enthousiast als iemand met je gepraat heeft. Gênant? Nou, ik weet niet of ik
dat wel durf. Of je brengt iedereen die de trap afloopt een serenade. Zijn allebei stom. Maar goed, wil je weten hoe ik een van de opdrachten uitvoer? Kijk dan op onze website. Dit was het weer voor deze week. Volgende week is Noe weer terug met meer muziek op school, vuur maken en misschien wel het einde van zwemles. Tot volgende week. Tot Noen! Ba ba na ma na ma na ma ma na ma ma.